peloton over de hele breedte van de baan. Misschien als microfoon maar toch even met een handje op de heup van Janneke. Dat zou Janneke niet leuk vinden. We zien een nieuwe ploeggenoot voor Anne Tauber op kop van het peloton. Ja, die gooide nu weer inderdaad de snelheid in. Dat is voor Anne wel gunstig. Ja, en nu moet je goed zitten, want nu gaat het denk ik aan één stuk door. Ja, we zien nu ook een ronde van 32,9 voor deze twee dames. Dat is dan niet de ronde van het peloton, want ze kwamen natuurlijk verder van achter. Maar het tempo wordt wel in de lucht gegooid. Ja, maar ja, nu moet Anne Tauber het zelf gaan doen en dat is toch te vroeg inderdaad. Je ziet ook dat Francesca ook al in de wind rijdt. Ik denk dat die ook niet graag op plek 2 nu al rijdt. Nee, maar ja, daar kiest ze zelf voor, want ze rijdt alles van kop af aan ook dicht, zeg maar. Ja. We zien een rondje 32,4 van Anne Tauber. Ja, de dames van Sius, die denken ook, ja, doei. Ja, en dit is wel gevaarlijk, hè, want nu valt het weer redelijk stil en dan krijg je duw- en trekwerk. Dus wat dat te gaat, is Karin Kleibeuker altijd heel fijn. Ja, nou, we zien nu wel eensgezindheid bij Team Lazarlek. Riks Meijer die nu wel op kop komt voor haar ploeggenoot en topfavoriet vandaag, Francesca Lollobrigida. Nou, dat is fijn. Dat is geen verkeerde om achter te schaatsen. Zeker niet. Riks is groot. Riks kan snelle rondjes rijden. Zak nu wel iets terug naar 33,9. Maar iedereen wil erachter zitten nog. En Riks Meijer heeft hier al eens gewonnen. Ja, die is hier Nederlands kampioen geworden. Ja. En we zien nu Janneke Ensing gaat eromheen. Zou ook niet met haar kop in de wind willen. Nog 3 ronden te gaan. Die komt voor Lollobrigida. Ja, we zien de meiden van Sius toch echt goed geformeerd. Ja, die rijden met z'n drieën. Bianca Bakker, Kelly Schouten en Elsemieke van Maren. Daarachter Manon Kaminga van A6.nl. En we zien Elsemieke van Maren buitenom. Die zal iets verder naar voren willen komen. Ja, maar die neemt niemand mee van de ploeg. Dus dat is opvallend. Oh, die wil voor haar ploeggenoten zitten. Dat is een interessante move. Ja, die zal misschien de sprint aantrekken. Oh, en gaat er weer uit. Toch niet? En gaat er weer in. Die zijn nog even aan het communiceren. Ja, die zijn op zoek naar de juiste vorm. Manon Kaminga is er door dat gepruts wel tussen gekomen. Ja, en Ensing rijdt dus nu al op kop. Dat is wel heel vroeg. Ja, nog 600 meter te gaan. En Lollobrigida daar zit in een zetel, hoor. En buitenom komt Iris van Stelt. Kijk. Kelly Schouten steken binnen door bij Kaminga. Ja. Oh, we hebben een massale valpartij. Oh, dat is nooit leuk om te zien. Daar liggen behoorlijk wat dames bij. Ja. Oh, kijk, Iris van der Stelt aan de buitenkant met Merel Bosma. We zien aan de binnenkant Bianca Bakker, Manon Kaminga, Kelly Schouten. Oh, van der Stelt komt snelheid tekort. Ja, als je Lollobrigida buiten mag rijden, is het lastig. Lollobrigida met Bianca die toch makkelijk meegaat. Manon Kaminga in derde positie. Kan ze binnendoor, want... Ja, nee, Lollobrigida... Manon Kaminga aan de buitenkant. Oh, nee. Lollobrigida. Manon Kaminga 2. Manon Kaminga 2. Bianca Bakker 3. Iris van der Stelt 4. Kelly Schouten 5. Merel Bosma 6. Emma Engbers 7. Anki Ietsma 8. Elsemieke van Maren 9. En Laura van Ramshorst op de 10e plek. Onofficieel. Volgens mij zijn wel alle meiden die gevallen zijn weer opgestaan. We zien inmiddels even de herhaling. Dan denk ik toch dat Bianca Bakker het oranje overneemt van Kaminga. Van Schouten. Ja, of Kaminga. Ja, het is, Bianca Bakker heeft trouwens een abonnement op derde plaatsen. Ja. Wederom derde. Ja, knap hoor.